Na de helse tocht van heel wat uurtjes zijn we begonnen aan het bakken van een lekkere tosti. En daar staat hij hoor. De kastu. De eerste vis van de trip. Mooie schut. Sta je weer met een kromme top. Gaan wij ook door jongens. Het is zover. Ik ben eindelijk een beetje te lopen, lekker. En die is er achter de derde. Dat is fietsen met een paraplu. Die moet je kijken, ik heb hem nog niet gezien. Zo, maat. Na al die knollen. En het zijn goed geworden. Eindelijk even een dikke vis in het buitenland dit jaar. Hij is boven de 15 kilo. You know what it means. We begonnen aan de grote focaccio. Zoals je ziet hebben we daar broederwiet. Die lekker in de regen aan het roeien is. Is het een beuker? Het is een beuker. Kijk. Joel. Het is Joel. Joel de beuker. Daar is die. Joel de beuker. Fantastisch. Lekker hoor, Harry. Hey, jongens, dubbelrun. Kom maar toppen. Niet te stoppen. Lekker. Welkom bij Neil David van Best als Klonvang. Ja, dus 2 keer 20 mm. 2 keer 20 en pak hem brazen. Nou jongens, het was toch niet de laatste run. Dat is deze. We zijn bij het volgende water aangekomen. Wordt het strijden? Binnen een uurtje gaat hij af. We worden echt 20 daar omhoog. Nou, dit is het bak van het water. Hé, hey, wat is het? Zo dan. What the fuck? Bizar. Dames en heren, jongens en meisjes. Het woord is eruit. We gaan verkassen. Maar jongens, bakkenacht zeg zo eens. Echt niet normaal. Dat is echt niet normaal. Tweede keer dat ik dit jaar mijn PB verbreek. Tweede keer ook met volle maan. Nieuw record 28,8. Eigenlijk een emmertje. Ah, hey, mooie vis, best wel hoog voor een schub. Dus dat is mooi. Alweer de volgende vis. We lagen nog niet te slapen. En toen ging alweer mijn linkerhengel ging er alweer vandoor. 15,4 kilo. Van de voerstrip jongens, het gaat helemaal los. Daar gaat hij de strijden. Bootje vol en peddel maar.